Leven Pataties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En wij zijn onderweg naar de radio. Elk nieuw filmpje dat ik maak, begin ik met nou, zo of dus. Ja, zo dus. We zijn eventjes een rondje aan het skaten in onze achtertuin. En onze achtertuin heet Recreatiegebied Madestein. Mooi bos. Slootjes. En sportvelden. Maar ik ben niet alleen. Baby, jij bent veel sneller. Zo dan. Hey. Zij leef. Oké, okay, waar zijn we nou toch weer beland? In de kade van Madestein. 13 meter. Vet. Dat is een boerderij. Waar joh? Middeleeuws stond hier huis De Kamp. Een voorname boerderij met een aparte stenen woonruimte. De stenen kamer. Deze stenen kamer hadden waarschijnlijk een eigen ingang. De boerderij zelf was gebouwd van hout met een rieten dak en bestond uit twee delen. De stal en het woon-werkgedeelte. De opzet van de hele boerderij met een bijzondere stenen kamer en een brede sloot rondom benadrukte dat er een belangrijke adellijke familie woonde. Oké. Okay. Eerste historische gegevens over de eigenaren gaan terug tot 1281. Het gaat nu om de woning van Hugo Koenraads van Den Kamp. Hij stamt rechtstreeks af van de ambachtsheren van Monster. Na de familie van Den Kamp gaat het huis in de 14e eeuw over naar de heren van der Maden. Het oudst bewaarde gebleven deel van de stenen kamer is de 13e eeuwse kelder. Op de kamp, in plaats van de keldertrap, is nu een trap van staal geplaatst. In de 14e eeuw werden de houten muren van het woon-werkgedeelte van de boerderij door stenen muren vervangen. Wow, je denkt je even vast te houden, maar nee! Echt mooi. Oh, mooi. Ja, alvast, dan ga ik onderzoeken. Wat? Je winding scheurt. Wat is je winding? Een binding. Oh, je binding. Is kapot. Oh. Einde oefening. We hebben er eentje. Ja, hij is afgebreekt. Afgebreekt? Ja. Domper. Ik doe het er maar mee. Ik weet niet hoe. Hey. Ga even in het toilet zitten. Soepel, hè? Soepel. Wij zijn onderweg naar de radio. Radio. Hallo, hallo, hallo. Start van de nacht. Hoe ging dat ding van vroeger ook weer? Hallo, hallo. Wie stinkt er zo? Hallo, hallo. Wie stinkt er zo? Man, oh, ja. Van de radio. Het stinkt er zo. Als we op vakantie gingen, de auto naar Sicilië. Zo twee dagen lang met elkaar in de auto en dan komen al die speeltjes voorbij. Ja, dat moet je wel. Ik ben verplicht. We zijn onderweg naar Start van de Nacht. Want Henkie Bres, die heeft mij gevraagd om tijdens zijn vakantie voor hem in te vallen als sidekick. Dus dat is hartstikke leuk en hartstikke lief. Dus, en dat is altijd van 12 uur 's nachts tot 2 uur. Maar we zijn nog wakker. Nou, als we daar zijn, dan is dat de vliegtuig voorbij. Dus we zijn lekker met Ron Menke en Trudy van der Mark. En het wordt opgenomen bij Surf Radio. Lekker dicht bij ons in Monster. We hebben de zin aan. Sowieso. We zijn er. We zijn er. Doem, 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 doem. Deze kan beginnen. Zo, het wordt steeds gezelliger hier. Het is leuker hier, man.
eens kan beginnen. Oké. Ga dan op zaterdag, want hij is weg. Oh. Dat is de pasfeest. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Ja, goed. Ja, hoi. Hoi. Gezellig willen we het ja, zien. Ja, joh. Hoi. Hoi. Hey, hey. Heb jij die Inge ook meegenomen? Heb je die Inge ook meegenomen? Ja, wat doe jij nou, joh? Hoi! Gezellig! Zo! Gezellig, man. Ik ga even een beetje uit de stuit. Beetje soundchecken. Hallo? 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 Zeg eens wat? Hallo? Nee, ik hoor jij niet, wacht even. Ik hoor jou wel. Hallo? Oh, ja. Ben ik. Nou, wel, hè? Lekker, hè? Ja, hè? Nou, hoor ik je wel, hè? Ja! Ja. Dat klinkt beter. Ja, je moet zelf even kijken hoe je gaat zitten. Ja, kom maar goed. Dus een, zo werkt het. Beter, denk ik. Ja. 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 Toppie. Dus ik probeer zo te kijken, maar ik ja. Moet af en toe ben ik hier op mijn knopje drukken. Dus dan zit ik met mijn rug naar je toe. Maar dat zien ook mensen in je hoofd, hè? In mijn nek. Hallo. Ja, in mijn nek. Nee, dat is over de hey. Zo. Knowing me, knowing you. Ja, hier in de stad van de Raad daarvoor hoor je Kim Holland. En ja, nou, ik ben helemaal op de hoogte hoor. Hé, hey, maar we hebben even een. Ja, Victor heeft geen gedichtje opgehoest. Maar we hebben wel wat gevonden. Jazeker. En dan gaat René even heel schoel voorlezen. Mysterieus, ondoorgrondelijk en afstandelijk. Onbegrijpelijk, complex en vijandelijk. Komen en gaan, niets heeft het eeuwig bestaan. Oorlog, geweld, ellende en armoede, is dat waar wij voor staan? Plekken op aarde, dieren en planten nog nooit ontdekt. Vernietigd voor we het bestaan kennen, is dat intellect? Kapotte ozonlaag en het broeikaseffect, wij zijn het verre van perfect. Jij bent je eigen individu, beslissingen maak je continu. Ben je een archeoloog, timmerman of filosoof, discussies over geloof. Blank of zwart, homo of hetero, boeddhist of christen, indiaan of albino. Wat is jouw imago? Tegenwoordig is alles een risico. Het universum draait niet om een droomwereld, maar het leven is hoe jij het betegelt. Eerlijkheid, respect en begrip, wereldtrip, cruiseschip, dikke geldknip, voor alles bestaat er beter tijdstip. Een zoektocht naar perfectie begint bij zelfreflectie, pas na jaren van levenscollectie. Begint de inspectie van kennisdirectie. Vandaag en morgen zijn niet de grootste zorgen. Geborgen, verzorgen en waarborgen. Gedachten en herinneringen diep opgeborgen. Houd van elkaar is gelukkig maken. Kennis maken en aanraken, niet afkraken. Dit is wat je zal volmaken. Mooi. Was getekend. Getekend door Sergio Politi. Oh, Sergio. Nou, ik vind het mooi, Sergio. Applaus voor jezelf. Zeker. Thank you. Oké, hey, we hebben heel veel vragen gehad over de Charlie Daniels Band. Nou, vanuit de markt. Dit is Surf Radio. We gaan naar de intratuin. Want? Ja, we moeten even onze balkon een beetje opwinden verder. Ja. Er zijn een paar plantjes gedood gegaan. We hebben nou hele mooie bakken staan met alleen zand erin. Ja, aarde inderdaad. En we hebben een heel leuk dingetje hangen, er zit helemaal niks in. Nee. En we hebben een gitaar met aarde. Ook aarde. En wat lege bakken, dus het is echt ja. Heel erg natuur meer, op ons opvulling. Dus, kleurtjes. Ja. En wat decoratie. Yes, we nemen jullie mee. Toepie. Maddie B, can we go thrift shopping? What? Ja. Ik wou net zeggen, ja. Ik vind het zo leuk. Ja. Yeah, welcome to my friends. Like, what up? I got a big rock. I just fed it up in the back of the thrift shop. Ice in the fridge is oh so frosty. People like. Het is moeilijk altijd kiezen, hè? Ik kan heel goed kiezen. Ik heb echt specialiteit. Het is allemaal zo leuk. Ja.
lief. Nou, we hebben nu wel een aardig karretje vol. Dan gaan we een beetje naar de accessoires kijken. Ik denk dat we dit niet eens mogen op ons balkon. Zulke dingen. Het is wel leuk om naar te kijken. Maar... ja. Dus $50 voor een t-shirt. Limited edition, let's do some simple addition. $50 for a t-shirt, now that's just ignorant trickery. I call that getting tricked, hit a lick sheet. I call that getting played by business. The shirt's dope. Dit soort dingen zijn echt niet leuk als je zo erg op je lijn aan het letten bent, hè. Stroopwafel cake mix, even serieus. Witte koekjes. Wat vind je ervan, baby? Ik ben er moe van. Het is net een dagje uit naar de Efteling. Huh? Nu al? Zijn er een half uur. Het is gewoon... het is toch geld zuiver, hè? Nergens naar zo hoeven kijken. Wel geweten. Ik heb altijd schuim op van de blad, maar ja. Het is dan over een paar jaar een mooie grote, of niet eens zo groot, maar wel gewoon een lekker tuintje. Beetje met water of zo. Spelende kindjes, twee grote honden. Alles wat we nu niet hebben. Oh, het hartstikke goed. Wat een dromen. Komt niks te kort hoor. Mooie tuin hier. Ja, is het wat? Past je luchtgitaar er ook op? Ja, ik denk dat het tuin wel hoor. Voorzichtig voordat ik jouw hak beschadig. Zijn we dat gevraagd, of niet? Nico zegt, is goed. Cool. Is goed. Ja, we zijn goed geslaagd. Echt top. Gaan we zo eens even kijken. Even kijken hoe het allemaal staat hoe en zo. Hoe het allemaal uitkomt, ja. Zullen we snel moeten zien of we nog een ja, precies. Dat is alvast wel. Ik vind ook altijd. Als je dan naar buiten loopt, dat je eigenlijk veel meer op je verlanglijstje hebt staan dan dat je had toen je er naartoe ging. Ja. Ja, die hebben we niet gefilmd, die barbecue. Iets met een barbecue. Die was fucking groot. Iets met een stoel. Rood en een hele ja, dikke hangstoel. We hebben weer iets om over te dromen en voor te sparen, toch schat? Russisch. Nou moet dat de restaurering zo worden zodat het mooi wordt. Het is wel vrij groot, hoor. Ik weet niet of ze erin past. Laten we het hopen. Ben je aan het knutselen? Ja, nou, ik wist dus niet dat de touw ook kon vergaan. Toen ging hem op en toen ging ik klik, klik, klik. Dus ik moet wel eventjes iets nieuws fabriceren. Maar... ik heb overal wel van alles liggen. Dus ik heb een klein netje van ijzerdraadjes. Oké. Tuinman. Ja. Timmerman, tuinman, jij kan ook alles, hè? Nou, niet te veel veer in mijn reet stoppen, hè? Hoezo, dat vind je toch lekker? Ja, krom lopen, hoor.
Hey jongen, ik heb een hondenhok voor je geschilderd en ze hebben ze voor je gemaakt. Dus wat zit je hier nou te hijgen? Zo, vond je dit nou een leuke, gezellige, kleurrijke shopvlog? Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Abonneren op Anita en Nico. Precies. Anita en Nico. Ja, ik wist even niet hoe die andere heet. Rob en Nico Rob, was het. Rob en Nico. En hoe heette die vrouw dan die altijd meedeed? Ja, die werd telkens vervangen. Nee, toch? Ja, die werd telkens. Dan was het weer Irene. Dan was het weer. Weet ik veel wie het allemaal was. Maar, Irene Moore is ook een tijdje geweest. Ja, die heeft het ook allemaal gedaan. Dus. Doe even een duimpje omhoog. Druk op abonneren en dan zien we je de volgende keer. En als je een leuk idee hebt voor op ons balkon, laat het even weten. Ciao! Ciao! Ciao, 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 ciao.